Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag wisselen wolken, zon en een aantal buien elkaar af. Verder kan daar ook onweer bij voorkomen, met name in de middag. Vanochtend zijn er ook nog veel plaatsen waar het droog is. Zo halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden, vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Verder waait er een overwegend matige Zuidwestenwind, aan de zee af en toe vrij krachtig, kracht 5. Laat vanmiddag en vanavond gaan de buien geleidelijk aan weer afnemen. Komen er meer opklaringen. En zo halverwege de avond is het ongeveer 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen hebben we opnieuw een afwisseling van wolkenzon en een aantal buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt nog wat koeler met een graad of 18 als middagtemperatuur. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en is overwegend matig. Ook donderdag vallen nog een paar buien, maar er zijn ook veel droge momenten en de zon schijnt geregeld. Het is een graad of 18. Vrijdag boekt de temperatuur wat winst, dan wordt het 20 graden en is het op de meeste plaatsen droog. Zaterdag kunnen weer een aantal buien vallen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.